ik heb vooral voor Adelbert gekozen omdat ze een toneelvereniging hebben, ACT, Adelbert College Toneel. En daar kan je zeg maar elk jaar auditie voor doen en dan gaan ze een hele grote voorstelling spelen met z'n allen en gaan ze die ook zelf maken. Ik weet niet of jullie de theaterzaal hebben gezien. Hebben jullie die gezien? Ja, dat is ook een reden waarom ik voor Adelbert heb gekozen. Dat vond ik echt heel gaaf. En ik hou ook heel erg van toneelspelen, dus dat vond ik ook heel leuk. Dus ja, dat. Best wel spannend, want ik was eerst zeg maar alleen de enige die uit mijn klas naar Adelbert ging. Dus ik kende helemaal niemand. Maar het was zo gezellig daar. Je maakt zo snel nieuwe vrienden. Je hoeft je echt niet zorgen te maken over de terugklas. Het wordt alleen maar echt heel erg leuk. Dus iedereen is zo aardig. En als je bijvoorbeeld je boeken vergeten bent of te laat komt in een van de eerste lessen, dan zijn ze ook nog niet zo streng of zo. Je hoeft niet gelijk naar mevrouw Brady toe om een lesje te halen. Maar nee, dus je mag eerst echt nog heel erg wennen over, ja, over de middelbare school. Ja. Wat voor informatie ze al meekrijgen. En vooral het eerste jaar is met Nederlands en sommige andere talen. Ja, dat heb je dan al op de basisschool gehad, dus dat is wat makkelijker. Maar het ligt er ook aan of jij al Engels op de basisschool hebt gehad. Of misschien zelfs al Duits of Frans. Of andere vakken. Het ligt eraan. Of, ja, weet je. Ja, het verschilt gewoon heel erg per school. Ja, waar kan ze? Maar, zeg maar, daarna ga je ze zeg maar echt gewoon meetellen voor je eindcijfers. Alleen, bijvoorbeeld als je, ja, in het begin tellen de toetsen niet zo heel zwaar mee. Dus dan, als je dan bijvoorbeeld een keer op een beter cijfer haalt, haal je het wel weer makkelijk in. Maar je mag dus tot de herfstkans mag je kansen en je moet het zeggen, daarna nog de herfst. Blijf bij mij, ga niet weg. Je bent de enige die ik heb. En ik zit in het promoteam 2018 en vandaag gaan we naar de Baptist en naar het Kompas en we hebben er heel veel zin in. Ik heb een beetje voor Albert gekozen omdat ik heb zelf dyslexie en of iets en dus daar word je heel erg mee geholpen. Je hebt ook steunlessen in de eerste brugklas dus, maar ook als je iets anders hebt, dyscalculie of ja, ADHD, dan krijg je altijd te lang op je toets. Dus ik vond dat ja, goed en docenten houden er rekening mee. En ja, ik vind het een fijn. De school is groot, dat weet ik ook. Dat is heel, als je daar binnenkomt, denk je wow. Maar als je eenmaal een beetje je plekje hebt gevonden, dan weet je dat je niet de hele school gebruikt. Dat je gewoon een beetje je weggetjes kan vinden en de kleuren helpen je ook heel erg. Dus je weet groen, dus techniek en technologie. Nou, ze kan ook nog wel even doorgaan. Maar dat sprak me aan, samen met naar school gegaan. In die les heb je, geven leraren, geven zich dan vrijwillig op om dan een extra les, een extra leuke les in een week te geven. Dat is dan meestal op maandag en dan 2 uur achter elkaar. En dan zit je gewoon met alle klassen tegelijk, vooral met de brugklassen dan. En dan ga je met zijn er een aantal van beta en dat is gewoon creatieve dingen geloof ik en presenteren met de beta en ook de dieren in de Noordzee en dan ga je naar het strand en dan ga je vissen vangen met een net en die ga je dan ontleden en met het Nederlands ga je zinnen ontleden. En dat ga ik dus ook doen voor een nieuwe ronde. En je hebt Arduino City. En dan ga je een eigen stad maken, zeg maar. Met allemaal lichtjes en stoplichten. En dan ga je een eigen soort schaalmodel maken van iets. En 4!
krijgt dus een opdracht met dat je iets moet maken. Of ik heb ook een muziekopdracht gekregen dat ik een eigen instrument moet maken. Je maakt gewoon de dingen die je eigenlijk nog niet af hebt, die les. Dus het valt echt mee. Je komt gewoon met kinderen in de klas. Je gaat naast iemand zitten. Je leert kinderen beter kennen en wordt er gewoon vrienden. Zo simpel is dat eigenlijk. Het is ook niet heel erg moeilijk of zo. Ik ben Thomas, ik zit in 1C, ik zit in het promoteam en wij komen net van de baptistschool en van het kompas. En we gaan in februari gaan we ook nog naar de Jozefschool, dus ik heb zin in.